Als je in de vredige omgeving van de Eertse Bergen staat, is het moeilijk om je voor te stellen dat hier 77 jaar geleden zwaar gevochten werd. De Engelse en Amerikaanse bevrijders vochten zich hun weg door bezet gebied om de brug over de Maas, Waal en Rijn te veroveren. Eerde en omgeving werden van de ene op de andere dag een frontgebied. Market Garden is in Eerde begonnen en in Eerde ook verloren. Hier zijn de eerste Amerikaanse parachutisten geland. Zeg maar, die voet zat op Nederlandse bodem, dat was echt in Eerde. En er heeft hier, het is een heel klein dorp, maar er heeft hier zo'n hevige strijd plaatsgevonden. Het dorp is ook in een week tijd 6 keer veroverd en herveroverd tussen Duitsers en Amerikanen. Zo belangrijk was dit dorp. Nu kun je zeggen, dat is geschiedenis, dat is lang geleden. Maar het Airborne Comité Eerde vindt juist dat we de herinneringen aan de slag om Eerde levend moeten houden. Daarom krijgen de kinderen van de basisschool in Eerde een bijzondere plek in deze herdenking. Wat vind je van die verhalen? Ik vind ze allemaal wel spannend en ook al sommige erg. En ja, ik vind het ook wel leuk. Ja. En jij? Ik vind ze wel interessant en soms verhalen zijn ook wel echt spannend. Wat vind je ervan dat die verhalen nou nog steeds verteld worden? Ik vind het wel goed, want we hebben ons bevrijd, dus daar vind ik wel dat daar voor moet blijven. Is het moeilijk om die verhalen van vroeger, om die aan kinderen over te brengen? Nee, want ik denk dat de verhalen heel dicht bij de emotie staan en een effect vanuitgaat van, ja, van gevoel. En het zijn verhalen die hier zijn gebeurd in Eerde. Dus daardoor, en de mensen van het Airborne Comité doen dat heel goed, want die spelen echt in op de emotie en het gevoel van de kinderen en dat het hier zo dichtbij allemaal is gebeurd. Elk jaar dragen de kinderen van groep 8 de fakkel weer over aan een nieuwe lichting. En zo blijven de herinneringen aan de helden van toen levend. Nou, ik had al tegen mijn groep verteld dat er ook iemand is van de Amerikaanse ambassade, Scott Morrison. En die gaat dus de speldjes aan groep 8 geven. En daarna geven we even een teken en dan kunnen jullie allemaal tegelijk de speldjes opspelden bij groep 7. En dan is dat is eigenlijk het overdrachtmoment van de adoptie. What do you think of the children? Why are they so important in this story? The children are most important because they are going to carry that legacy. And as our generations of World War II veterans die, and the generations of their kids, it's only that story that kids carried on to them. And I love the passion and the energy that the kids have as they take this on and they give that remembrance and life to that story. Het gaat om de helden. En dat zijn de helden die hier gevochten hebben. En met name ook die hier hun leven gelaten hebben, de jongen. Mensen ver weg van huis, in een land waar ze mensen niet kenden, maar wel kwamen vechten voor onze vrijheid.